Goedendag en welkom bij het COVID-19 journaal voor vandaag, vrijdag 28 mei. Vandaag in het journaal. Gebrek aan zuurstof, toename COVID-19 besmettingen in het westen. Senioren burgers Suize Mayella die krijgen hun tweede prik. Vrijwilligers worden getraind in het Diakonesse ziekenhuis. En de PAHO noteert meer dan 1 miljoen sterfgevallen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Het aantal COVID-19 besmettingen in het westen van ons land neemt enorm toe. Er is op te tekenen in Nikeri, Koroni en het resort Kabalebo. In een telefonisch onderhoud welke wij hadden met bestuursopzichter Saskia Gray, en dat is de vertegenwoordiger van de districtscommissaris, geeft ze aan hoe ernstig de situatie is in het westen. In Nikeri is de situatie heel zorgwekkend. U moet u voorstellen dat het ziekenhuis en het staatssociaal gebouw hun maximum al hebben bereikt. We hebben zelf mensen thuis in isolatie moeten plaatsen, positieve patiënten, omdat het ziekenhuis geen ruimte meer heeft. Maar ze zijn nu wel bezig om het CHP-centrum in orde te maken, zodat die patiënten opgevangen kunnen worden. En we zitten nu al in community spreading, dan begrijpt u dat het heel erg zorgwekkend is. In maart van dit jaar kende het Westen nog geen enkel positief geval, omdat in april reeds te moeten dealen met 22 positieven. Tot heden, in de maand mei, zijn er 120 COVID-19 positieven in het westen van Suriname. Hiervan komen 19 uit het resort Kabalebo, 10 uit het district Koroni en 91 besmettingen van Nikeri. Momenteel, de cijfers van gisteren hadden we 120. En die 120 zijn voor mensen van Apora, Koroni en Nikeri. In Nikeri alleen waren er 91. Het Moengra Medisch Centrum, MMC, en het staatslogeergebouw zullen spoedig boven hun capaciteit komen te verkeren. Vandaar dat er nu reeds naar een derde locatie is uitgekeken. Voor opvang van besmette personen is gekozen voor het VHP-centrum in Nikeri. Dat wordt ingericht voor opvang van bijkans 90 personen die in isolatie moeten. Bestuursopzichter Saskia Gray, die ook in het COVID-team Nikeri zit, deed nogmaals een beroep op de samenleving om zich te houden aan de Mohana-maatregelen en indien nodig thuis te blijven. Nou, ik zou de mensen op het hart willen drukken om de COVID-maatregelen in acht te nemen, want dat zien we niet gebeuren. We zijn nu ook bezig met de militairen en de bestuursdienst om de winkelzaken af te gaan, om erop toe te zien dat de mensen zich daadwerkelijk houden aan de regels, want dat gebeurt niet. Dus ik zou ze op het hart willen drukken om de COVID-regels in acht te nemen, omdat dit echt een heel serieuze zaak is. Onlangs werden de seniorenburgers van Huize Mayella voorzien van hun tweede prikje. Ondanks de ruis in de samenleving over het vaccin is er toch besloten zich te laten vaccineren. Het COVID-journaal was ook ter plekke en maakte voor u het volgende verslag. We hebben ongeveer 70 mensen die we toen hun eerste prikje hadden gegeven. Dat is dan inclusief personeel en de bewoners. Maar de vorige keer was er heel veel ruis in de samenleving ontstaan over het vaccin. Dus een paar van de bewoners hadden zich toen teruggetrokken. Maar die gaan we nu wel hun eerste prik geven. Dus het gaat waarschijnlijk meer dan die 70 worden waarop we hadden gerekend. Het is behoorlijk storm gelopen nadat de code zwart was afgekondigd.
dat de mensen zich echt bewust van zijn geworden hoe ernstig de situatie is. En ook omdat er heel veel mensen zijn gevaccineerd en die het ook rond vertellen van kijk, er is niks gebeurd, ik heb niks gehad. En het jammerlijke ervan is dat wij dan nu, omdat het zo hard is gegaan, een beetje gas terug moeten nemen, maar het vaccin raakt op. We hebben geen, alstublieft. Ja, we hebben geen nieuwe bestending nog gehad. En we moeten dan vanuit het ministerie zijn de opdracht gegeven om even gas terug te nemen. Er is voldoende voor de mensen die een tweede prik moeten krijgen. Maar de eerste prikkers zijn hebben we even wat gas teruggenomen. Ik ben gevaccineerd om bescherming om de coronavirus heet het nog, tegen te gaan, hè? Om die besmetting tegen te gaan. En ik ben blij dat ik het genomen heb. Je weet, als ik denk eraan hoe ze begonnen waren met die pokkeninenting, je weet toen je op school moest gaan. Kijk, zie je? Dit kreeg je gratis toe. Ja. En dat die mensen dat niet begrijpen en dat gaat om gezondheid en leven. Ja. Ik ben er echt blij mee hoor. Een bescherming voor nog hoeveel dagen, jaren, uren. Een tragische mijlpaal. Zo typeert PAHO-directeur Carissa Achen van de Pan American Health Organization, de PAHO. Het verdriet dat momenteel hangt boven Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Het dodental als gevolg van COVID-19 is geklommen tot boven de 1 miljoen mensen. De regio is het epicentrum voor COVID-19. Slechts 3% van onze burgers is ingeënt. Het zou ook een epicentrum moeten zijn voor vaccinatie, zei de PAHO-directeur. Meer dan 153,5 miljoen mensen zijn geïmmuniseerd in de Pan-Amerikaanse regio. Maar slechts 21,6% hiervan bevindt zich in het Latijns-Amerikaans en het Caribisch gebied. In vergelijking met de Verenigde Staten van Amerika is dit percentage zeer laag. Daar is een verbetering waar te nemen. Bijna de helft van de Amerikanen heeft reeds de eerste prik gehad. En bijna 85% van de 85-plussers is volledig beschermd. Met als resultaat een sterke afname van COVID-19-infecties, sterfgevallen en ziekenhuisopnames, aldus de PAHO-directeur. Tekort aan bedden in onze ziekenhuizen, oververmoeide zorgverleners. Dit is de algehele situatie waarin wij nu aankijken in ons land, terwijl de besmettingen drastisch blijven toenemen. Patiënten liggen thuis in isolatie en moeten het doen zonder professionele monitoring. Sranamang, de derde golf waar we in zitten op dit moment, kent geen genade. Het is bidden en smeken voor een ommekeer. We spraken met dokter Bipat over deze uitzichtloze situatie. Dokter Bipat is tevens moslimgelovige en geeft onder meer aan dat de moskee is voor alle moskeegangers. En die zijn op dit moment gesloten. En via social media kunnen de gebedsuitingen overgebracht worden. Op dit moment is het wel heel zorgelijk. We merken dus dat er heel veel besmettingen plaatsvinden. Het neemt nog steeds toe. We zijn in de derde golf nu. De ziekenhuizen hebben geen plaats meer om mensen op te vangen. Patiënten worden thuis in isolatie gehouden. Met alle nare gevolgen van die natuurlijk. Die monitoring thuis is niet hetzelfde als in het ziekenhuis natuurlijk, of ergens waar je continu wordt bekeken. Dus het is inderdaad heel zorgelijk en we merken ook dat er veel meer mensen komen te overlijden nu. En dat is dus vanwege het grote aantal. Ons systeem kan het niet aan. Kijk, er is één belangrijke opdracht in de islam en dat is dus dat de profeet Mohammed, mogen de vrede van de Almachtige met hem zijn, die heeft twee belangrijke opdrachten gegeven in zijn tijd. En de eerste opdracht was dus dat als je ergens was waar er een ziekte uitbrak, een besmettelijke ziekte uitbrak, mocht je niet weg van daar. Toch? En het andere is, als je wist dat er een ziekte ergens was, mocht je ook niet naar die plaats gaan. Ja, dus die twee opdrachten zijn eigenlijk om ervoor te zorgen dat
de besmetting dus beperkt blijft en niet zomaar ongecontroleerd gaat verspreiden. Maar wat merken we? Wij mensen zijn heel sociaal natuurlijk. We willen steeds ook bij de anderen zijn. En het vervelende van COVID is, je weet niet of de persoon besmet is of niet. Dus het beste zou zijn gewoon om zoveel mogelijk geïsoleerd te blijven. En zoveel mogelijk dus in je eigen omgeving te blijven en niet te veel naar andere plaatsen te gaan als dat niet nodig is. En als het nog mag gebeuren, dan toch de nodige voorzorgsmaatregelen nemen, zoals mond-neusbedekking, ontsmetten en dat soort zaken, afstand houden. En dat is dus iets wat wij ook propageren vanuit de islam. Van, het leven van de mens, dat staat in de Heilige Koran, is heel erg belangrijk en is echt waardevol. Zodanig dat er letterlijk staat geschreven dat als je het leven hebt gered van iemand, toch, dat je dan een hele natie eigenlijk daarmee hebt gered. Op dit moment hebben we geen diensten. We hebben gewoon alles, u zult bij de deur hebben gezien van dat er staat de moskee tot nader order gesloten. Dat is gewoon om te voorkomen dat we met grote getallen toch hier komen. En u kunt zich voorstellen dat als we zijn mensen, dus als we eenmaal bij elkaar zijn, dan maakt het niet uit, gaan we toch die brasa geven. En dat willen we voorkomen, weet u. Dus u zult waarschijnlijk ook niet gehoord hebben dat er een besmetting vanuit een moskee of een event vanuit een moskee is geweest. Proberen wij als moslims dus zoveel mogelijk te beperken. Ramadan zijn we dus helemaal niet in de moskee geweest. Hè? Dat hebben we thuis gedaan, in huiselijk verband. En we hebben geprobeerd om via de media, via Facebook, via YouTube, dus de diensten bij de mensen in de huiskamer te brengen. Op de eerste plaats staat het leven centraal. En als ons leven in gevaar is, dan houdt al het andere op. Dat zegt dokter Pipat. Hij refereert hierbij naar de gebedsdiensten, rituelen en andere geloofsuitingen, welke in groepsverband plaatsvinden en die nu geen voortgang vinden. Vorig jaar hebben we het offerfeest we hebben niet geofferd, hè? Dus we hebben ook het gebed gedaan via de media en via de social media eigenlijk. Maar we zijn niet zelf in de een groep van 5 mensen is in de moskee geweest om dat gebed te verrichten en de preek te houden en dat is dan uitgezonden. Het slachten van runderen daarna en dat heeft dus niet plaatsgevonden. Er zijn overwegingen die je in acht moet nemen. En op de eerste plaats staat het leven centraal. Toch? Dus als het leven hoe dan ook in gevaar kan komen, dan houdt alle anderen op. Toch? Dus je kunt in de religie, maar ook in het leven, kun je niet zwart-wit bekijken. Er is altijd een nuance, er is een grijs vlak en dat soort zaken. En daar moet je dus je verstand gebruiken om eruit te komen. Als voorbeeld naar de moslimgemeenschap toe zijn volgens dokter Bipat alle moslimleiders reeds gevaccineerd en met filmpjes op social media proberen zij hun volgelingen ertoe te bewegen om zich ook te gaan vaccineren. Als het goed is, zijn alle moslimleiders al gevaccineerd. Bovendien stimuleren wij met filmpjes op social media en dat soort zaken dat de mensen dus gaan vaccineren zodra ze de kans krijgen. Op dit moment is het nog niet helemaal vrij, maar ik denk dus dat als het vrij komt dat we daar weer zwaar tegenaan gaan om de mensen te laten vaccineren. En ik wil er direct bij zeggen van dat we dus niet moeten afgaan op zaken die in social media komen. De meeste voice notes en dat soort dingen die op social media komen, hebben geen naam, ze hebben geen plaats van oorsprong en niks. Dus ik bedoel, mensen komen met zaken in de media, maar zijn laf om aan te geven wie ze zijn en van waar ze de informatie hebben. Toch? Dus voor zover mij bekend als medicus, toch, is er nog niemand in Suriname overleden aan het vaccin. En als zou dat zo zijn, toch, op 60.000 mensen die je al gevaccineerd zou hebben, als er 1 persoon daar overleden is, dan is dat veel minder dan het aantal doden dat we nu zien op nog geen 12.000, 13.000 geïnfecteerden. Toch? Dus dan moet je daar zeg ik ook, dan moet je die keuze maken en je verstand gebruiken. Van wat is beter?
ga je dat vaccin nemen en daardoor de kans verschrikkelijk minder maken om daaraan te overlijden, of neem je dat risico om besmet te raken en met een veel grotere kans om toch te komen te overlijden. En vooral nu de gezondheidssystemen dus overbelast zijn geraakt, is de kans dat men komt te overlijden groter, want op een gegeven moment zal niet iedereen in de ICU terecht kunnen komen. Laten we eerlijk zijn. En voor sommigen is alleen de ICU de uitkomst wanneer ze besmet zijn. Heel wat vrijwilligers hebben gehoor gegeven aan de oproep zich aan te melden voor trainingen in strijd tegen het coronavirus. Verschillende ziekenhuizen, waaronder het Diakonesse Ziekenhuis, hebben de oproep gedaan. Zuster Wesma is ziekenhuishygiënist, tevens trainee, en die geeft aan hoe de selectie plaatsvindt, maar ook wat alle trainingen inhouden. Het zijn vrijwilligers die zich hebben opgegeven. Er is een oproep gegaan vanuit de directie naar de samenleving toe, een paar weken terug. En er zijn toch wel een groot aantal vrijwilligers die zich hebben aangemeld. We hebben vorige week woensdag als het goed is, ja, hebben we een groep van 20 getraind. En vandaag hebben we zo'n groep van 30, 35. Er vindt een selectie plaats. Ze dienen te mailen naar een bepaald e-mailadres dat is opgegeven toen. En de coördinator van het ziekenhuis die over de vrijwilligers gaat, die selecteert de mensen. Ze hebben dan een intakegesprek met de mensen. Zaken worden ze voorgehouden en dan worden ze opgeroepen om te starten na zo'n training. De training is inhoudelijk algemeen hygiëne, want dat is er altijd al. Dat zijn standaard dingen die we eigenlijk altijd al in ons leven moeten toepassen voor een gezonde levenstoestand. En aan de hand van de hygiëne, dan gaan we ook in op persoonlijke hygiëne, omgevingshygiëne en ook qua PPE. Naast PPE, daar hebben we ook aan- en uitkleedsprocedure. En dan hebben we daarbij ook weer handdesinfectie en handreiniging, handen wassen. We zijn ook voor vandaag aan het eind gekomen van dit journaal. Bradassa, etawan trong, miwan sorun, ernst van situatie. En ik go boong in akondreg. Gisteren opnieuw 7 doden, zuurstof ik ba. Sma en suku zuurstof, weet je wel hoe erg het is? Er werd al meerdere malen door onze gezondheidsminister gewaarschuwd over de toename. En als we ons niet houden aan de maatregelen, dan zie je wat eruit komt. Hoe ben je aan feesten toch? Dat ben je morgen belangrijk. Naptap uku, drinksopi, anga, onnodig. Jij hoeft niet ziek te worden, maar je gaat naar huis toch? Je gaat naar je moeder of je gaat naar je grandma. En nu het Manaus variant. Je abib tje toch? Want nu zijn ook jouw kinderen kwetsbaar voor de varianten. Joep tje schrijf kan dit. En van kies takrusiki. Takrusiki die zit. Mensen, nogmaals, wees bewust. Want anders wordt dit een film. Hoor je schrijf je. En ab je ede. Mohana. Dat want takki, mondkap op. Handen wassen. En 1,5 meter afstand. Vergeet niet dat Suriname vanaf nu tot maandagmorgen 5 uur in de ochtend dus op slot zit. Tang naar Osso.